goed genoeg, we willen een nieuwe. Dat had gekund. Ja, want dat loopt helemaal uit de klauwen, hè? Die hersteloperatie. Ja. Ambtenaren die zeggen het kan wel eens tot 2027... dus nog 4-5 jaar duren voordat ouders horen hoe hun zaak beoordeeld worden. Vanmorgen zei Aukje de Vries, staatssecretaris hierover gaat bij Goedemorgen Nederland van WNL... 90% van de melders in het toeslagenschandaal is begin 2025 geholpen. We gaan meer mensen inzetten, zegt zij. Hoe taxeert u die uitspraken van haar? Ik vind het heel ernstig dat ze dat doet. Want al 3 jaar kijken we aan tegen deze organisatie... die was opgericht voor snelle, ruimhartige behandeling. Binnen een jaar zouden mensen die zich melden geholpen worden. En de mensen die zich in het begin hebben gemeld... dus 3 jaar geleden zijn nog bezig. Dus weer zo'n belofte eroverheen, dat gaat het niet doen. Ook mensen een vast contract geven gaat het niet doen. Want als mensen het werk niet kunnen uitvoeren wat ze willen uitvoeren... namelijk mensen snel helpen, dan vertrekken ze gewoon weer. Of je nou een vast contract hebt of een tijdelijk contract... dan ga je weg, want dan kan je je werk niet doen. Dus het risico dat wat de Vries nu aankondigt... eigenlijk een grote geldverspillingsoperatie is heel erg groot. Je zou eigenlijk de hele structuur om moeten draaien. Dus niet de processen zijn belangrijk, maar de mensen zijn belangrijk. En we gaan snel om tafel met mensen en snel een besluit nemen. Dat kan. Er staan heel veel ambtenaren klaar die dat ook willen. Er zijn heel veel voorstellen om dit uit te voeren. Gemeenten willen daar graag bij helpen. Alleen deze staatssecretaris, deze regering... en ook dit onderdeel van de Belastingdienst... die houden halsstarrig vast aan hun eigen processen. En ja, dat is echt wel een probleem. Want de oplossing die nu wordt voorgesteld... wordt opnieuw een gebroken belofte, opnieuw een teleurstelling. En dat is ook heel slecht voor het vertrouwen in de politiek. Maar, heel slecht voor het vertrouwen in de Belastingdienst... Ja. En heel slecht voor de mensen die hiermee te maken hebben. Want we hebben het hier over de uur.